Strafschoppen dit Westerlo. We willen gerust wel een herhaling van zo'n scenario waarbij 10 goals vallen. Nog een laatste blik werpen op beide elftallen. Ondertussen is de vrije trap van Leisner vertrokken. En dan Bocca, gevaarlijke bal en dan gaat hij toch binnen. Dan wordt hij binnengewerkt door Gianni Bruno. De opportunist natuurlijk, zo kennen we hem al jaren. Hij scoort zijn 5e goal van het seizoen. En dan vooral boter op het hoofd bij Brian Reynolds. Die lange bal van Leisner, die vertrok van op de Truijnse helft, compleet verkeerd inschat. En Bocca, wat harkend, niet 100% zuiver. Maar hij is daar wel, hij is op de juiste plek. En hij duikt op voor de neus van Perdikiet. En zo staat het 0-1 voor STVV. Leisner kopt weg, borstcontrole van Bruno was knap. Bruls wil geen tweede keer nutteloos uit de startblokken schieten en dan is er een penalty. Hashioka in duel met Perdikizi. Van links naar rechts oversteekt. Hashioka heeft dit al een paar keer zo geprobeerd. Ik herinner me in het begin van dit seizoen dat er ook consternatie was over een duel waar hij bij. Wat doet hij nu tegenover Bruno? Die al op het scoresheet staat vanavond. Bruno! En die werkt hem voorbij. Sinan Bolat. 0-5 dus. Door de Truijenaren die zeer efficiënt zijn. Die maar een paar keer de neus aan het venster hebben gestoken. De Westerlo dat een kans probeert te creëren. Wegkopt. Janssens. Laag. Bal bij Reynolds. Reynolds. Richt hem met links voor. En daar is de Kuiper. Die waren ze compleet vergeten achterin. Bij STVV. Abu Koita staat met de armen in de lucht. Maar ja, Hollerbach. Ziel alleen. Maxime de Kuiper. En dan werkt hij hem hard voorbij. Doelman Schmidt die op zijn terugkeer de netten niet proper kan houden. Tweede goal. Eén letter verschil met de man die de eerste gele kaart kreeg. Dirks. Ja, dat is een goed balletje voor Akbunar. En die legt hem naast. Iedereen veert hier recht. Ikzelf de voorzet. En dan belandt die bal voor de voeten van Akbunar. Akbunar, Foster. Veel jongens in het zwart voor zijn neus. De Kuiper. Het schot wordt eruit gehaald door Leisner. Het is een schietkraam aan het worden voor Schmidt. Voor Westerlo. Na de fout van Daiki Hashioka op Akbunar. Die penalty toekent. Zullen ze dat snel vergeten. En hij geeft hem. En dat is een correcte beslissing van Jasper Vergoten. Een half lange aanloop voor de Kuiper. En hij legt hem droogjes beneden naar het midden. Dus nummer 2 en nummer 3. En op basis van de goede tweede helft van Westerlo is die gelijke stand op het scorebord allerminst gestolen. Je bent dikwijls kwetsbaar. Nou, als je net hebt gescoord, ze krijgen het deksel meteen op de neus. Hayashi, maar die gaat meteen ook. Knielend op de grond was het buitenspel van Hayashi. Oeh, dit is echt kantje boordje. Perdikiti heeft daar nog wel een paar lichaamsdelen die eventueel Hayashi onside zetten. Die een wereld van verschil maakt voor Westerlo en voor STVV. Het doelpunt wordt toegekend. 2-3 voor de Canaries dankzij Hayashi. Dan was het toch Perdikiti die Hayashi nog onside. Het is afgelopen. Vergoten maakt er een einde aan. Hollerbach dolgelukkig aan het knuffelen met zijn technische staf. Zijn team STVV wint met...